Goedemiddag, dames en heren. Welkom op de locatiekeuring hier in stal Splithof en Bladel. De paarden staan klaar. We gaan zo dadelijk starten. In de catalogus staan 12 deelnemers. De nummers 6 en 9 zijn afgemeld. We gaan starten met paard nummer 1. Dat zijn de 4 jaar oudere veulenboekers. Dan gaan we verder met de 3 jaar oudere veulenboekers en nog een paar stermerries. We wensen de eigenaren veel succes en jullie thuis veel kijkplezier. Dank u wel. We zijn hier at the location inspection at the stal Splithof, the Bladel. We have 12 horses in the catalog for judging. The numbers 6 and 9 are absent. We are starting with the 4-year-older foal books. Then we go over to the 3-year-old foal books and some star mares. We start with number 1. Ilke van der Lagerberg, sired by Funger, out of a dam of Mainse, breeder owner, Mr. E. de Meester uit Bergen Eik. The height of the rudder is 163. De eerste paard in de baan nummer 1, Ilke van der Lagerberg. Vader is Funger, de moeder is een stermerrie van Mainse. Fokker-eigenaar E.P.J. de Meester uit Bergen Eik. De hoogtemaat is 1,63 meter.
Paard nummer 1. Een paard dat we toch iets graag rijker willen zien in de voorhand. De hals is wat horizontaal. Het hoofd is voldoende edel. De bouw is verder correct. Voldoende lang gelijnd. De rug is ook voldoende sterk. Beenwerk is veel hardheid. Veel hardheid ook rechtgesteld. Van voren een klein beetje nauw. De stap is ruim. Ook een goede takt erin. Hadden we daar graag nog iets meer activiteit in willen zien. De draf heeft ook voldoende ruimte. Heeft veel buiging en een spronggewricht. We hadden hem graag iets meer oprichting willen zien maken. En iets meer zien inklimmen. Maar het is voldoende sterk van achter en uit. Gezien zijn goede beenwerk en voldoende bewegingen wordt dit paard opgenomen in stamboek ster met een tweede premie. Number 1 is taken in a studbook star with a second premie. Thank you.
paard nummer 2. Heeft een voldoende rasuitstraling, voldoende lengte en hals, ook goede vorm, lichte hoofd-halsverbinding. De bouw heeft een goed kruis erin, lang kruis, goede ligging. Ook de romprichting is positief. De rug is week. Die hadden we graag iets sterker gezien. Beenwerk hadden we ook graag iets meer hardheid gezien. Heeft wel voldoende recht gesteld. Ook royale hoeven. De stap is voldoende takt, voldoende ruimte. We hadden graag iets meer afdruk, iets meer kracht en iets meer doortredend achterbeen willen zien. En een draf maakt hij wel voldoende ruimte. Heeft hij ook voldoende houding. Maar missen we toch een beetje het dragend vermogen en het zweefmoment. Dit paard wordt gezien zijn goede type en voldoende draf opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 2 is taken in the stamboek with a third premie. Thank you. Paard nummer 3. We hadden graag iets meer rasuitstraling gezien. Ook iets meer expressie in het hoofd. De hals is wel voldoende lang,
Maar we hadden graag iets meer kap, iets meer verticaal willen zien. De bouw, de schouder is wat stijl. De rug hadden we graag iets sterker zien. Kruisligging is wel goed. Goede ligging, voldoende lengte. Voorbeen kon ook iets langer zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorhoeven zijn klein en vrij stijl. De stap heeft voldoende ruimte, voldoende takt. Maar we missen daar toch ook wel wat de kracht, de afdruk en activiteit. De draf maakt die voldoende houding. Van achter voldoende buiging en spronggewricht. Het voorbeen moet hij verder uitleggen, hadden we graag gezien. En nog iets meer in balans komen. Vandaag zijn type en het kwaliteit beenwerk missen dat hij gepremeerd wordt. Maar we nemen hem wel op in het stamboek. Number 3 is taken in the stadboek, without preeming. Thank you.
Paard nummer 4. Paard met heel veel rasuitstraling. Mooi edel hoofd erop. Ook mooi gevormde hals, lange hals, lichte hoofd-halsverbinding. Zoals we graag zien. De bouw, goed schouder. Ook voldoende lengte in het voorbeen. De rug hadden we ook graag iets sterker gezien. Het kruis is qua lengte voldoende, maar is toch hellend. Het beenwerk is voldoende rechtgesteld. We hadden graag iets meer hardheid gezien in het achterbeen. Met name de kogels zijn een beetje rond de stap. Je hebt hem even de kans nog gegeven tot rust te komen en zich een beetje te ontspannen. Maar het blijft toch een beetje kort, aan de korte kant. We willen ook iets meer activiteit erin zien. In de draf maakt hij wel goede houding, heeft hij voldoende balans. Het voorbeen zet hij goed weg, het achterbeen heeft hij goede buiging. Maar moet hij toch iets meer onder het lichaam komen, dat hij zich iets meer kan gaan dragen. Gezien zijn goede rastype en goede draf wordt het stamboek met een derde premie. Nummer 4 is taken in de studboek met een third premie. Thank you.
Paard nummer 5, paard dat goed in het rastype staat. Voldoende verticale hals, ook voldoende lengte. Goed, mooi behang erop heeft, ook een goede kleur. Bouw is sterk gebouwd, mooi evenredig, goed schouder, lang kruis erin. Ook rug is voldoende sterk. Beenwerk voldoende kwaliteit. De voorbenen konden in fractie rechtgestelder. De stap is voldoende ruim, ook voldoende takt erin. Konden iets krachtiger van de achteruit stappen. De draf waardeert hij zich op, heeft hij veel buiging in de gewrichten. Is ook lichtvoetig. Ook mooie balans erin. Voorbeen kon hij iets verder wegplaatsen. In totaliteit wordt dit paard opgenomen en ster verklaard met een tweede premie. Nummer 5 is taken in een studboek. Star Wars second premie. Thank you. Thank you.
Paard nummer 7. Een paard dat goed in het rastype staat. Sprekend hoofd heeft, een lange hals. De hals is wel wat zwaar. Ook de hoofd-halsverbinding is vrij zwaar. De bouw, een goede romprichting. Mooi schoudertun. Ook lang voorbeen. De ruglijn is goed van vorm. Beetje strak op de lende. Ook lang kruisen. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Goede hardheid. Ietsjes gehoek in de achterbeen. Voldoende rechtgesteld. De stap heeft voldoende ruimte. Goede takt. Als hij zich een beetje ontspant, dan krijgt hij ook iets meer ruimte. En dan komt hij iets beter in zijn ritme. De draf heeft hij ook voldoende ruimte, voldoende kracht. Hij maakt een mooie houding. We hadden graag iets meer balans gezien en iets meer doortreden. Maar is wel voldoende met voldoende ruim. In totaliteit wordt dit paard opgenomen en ster verklaart mijn tweede premie. Number 7 is taken in the studbook. Star with second premie. Thank you. Kom.
Paard nummer 8, paard dat voldoende een trastype staat. We hadden graag iets meer verticale hals, iets meer front willen zien. Hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is hier voldoende evenredig gebouwd. De bovenlijn is goed gevormd. We hadden graag meer langere lijnen willen zien. Hij doet iets beknopt aan. Beenwerk is voldoende hard. De hoefjes zijn klein. De stap, voldoende ruimte, voldoende takt. We hadden graag iets meer souplesse en iets meer lossigheid gezien. Iets meer zien doortreden. De draf heeft een goed gebruik van het achterbeen. We hadden graag iets meer houding zien, willen zien. Iets meer oprichting in de draf. Gezien zijn positieve bewegingen wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number 8 is taken in the stadboek with a third premie. Thank you.
paard nummer 10. Een paard dat goed in het rastype staat, een lange hals heeft, voldoende sprekend hoofd, ook goed behang erop heeft. De hals kon nog net iets meer erop, iets verticaler, was wat mooier geweest. En de bouw in een goede romprichting, mooi schouder erin, ook voldoende bovenlijn. Kruisjes voldoende lang, iets hellend. Het beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook voldoende hard. De achterbenen zijn iets koehakig. De stap, dat is een beetje het punt. Daar mist hij de ruimte, de takt. Die is heel kwetsbaar. We hebben even de tijd gegeven voor zich te ontspannen, maar dat verbetert niet. Dus ja, dat blijft toch een zeer aandachtspunt. Daar moet hij meer ruimte maken, meer krachten, meer takt in ontwikkelen. De draf heeft hij een goede houding, mooi voorbeen erin. Achter heeft hij goede buiging en spronggewricht. Kon iets meer kracht maken, dat hij dan iets meer in balans komt. Maar is verder wel goed. Zijn beperkte stap komen vandaag niet hoger als stamboek zonder premie. Nummer 10 is teken in de stadboek without premie. Thank you.
Paard nummer 11. Paard dat heel goed in trastype staat. Mooi edel hoofd erop. Ook lichte hoofd-halsverbinding. Goed gevormde hals. Veel behang. Daar scoort hij heel goed. Bouw. Goede romprichting. Mooi schouder erin. Ook voldoende lengte in kruis. De bovenlijn hadden we graag iets sterker gesloten zien. Beenwerk is voldoende hardheid. Iets een fractie gehoekt in de achterbeen. De rechte staat is wel goed. De stap is voldoende ruim. Hadden we graag iets meer takt en iets meer kracht gezien vandaag. De draf waardeert hij zich wel. Heeft hij wel voldoende ruimte. Maakt hij een goede houding. Kon nog iets meer tot dragen komen. Maar laat daar wel goede presentaties zien. Vandaag is eigenlijk de stap en de geslotenheid in de bovenlijn een beetje een beperkende factor voor die eerste premie. Dus vandaag krijgt hij geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Number 11 is not invited for the second viewing. Thank you.
Paard nummer 12. Een heel statische merrie. Veel front. Kijkt echt de wereld in. De neklengte mocht iets langer zijn. Maar scoort wel goed op ras. Ook sterk gebouwd, lang gelijnd. Het voorbeen kon nog iets langer zijn, was het plaatje nog completer. Beenwerk, goede hardheid. De correctheid in de voorbenen hadden we graag iets correcter gezien. De stap, daar is die, heeft hij ruimte, heeft hij ook goede kracht, een goed ritme. De draf laat hij het vandaag een beetje zitten. Een beetje, mist hij een beetje de lichtvoetigheid. Ook willen we graag zien iets meer reizende voorhand, iets meer zweefmoment. Gezien zijn beperkingen in de draf vandaag is een mooie, goed gebouwde, degelijke stermerrie, maar vandaag door de draf geen eerste premie. Kunnen we niet uitnodigen voor de tweede bezichtiging. Nummer 12 is not invited for the second view. Thank you. We zijn hier klaar met keuren vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Hier op deze locatie was de kwaliteit voldoende. De top misten we een beetje. We hebben geen eerste premies, maar toch goede presentatie. Goed voorgesteld, ook een mooie keuringsplaats. Dank u wel en tot een volgende keer. For the viewers abroad, thank you for watching. We had a nice curing here. The quality was good, was not the highest quality. We missed the top. Hope you enjoy watching the inspection and hope to see you next time. Thank you. See you later.